kost daarvan betekent het natuurlijk niet op het moment dat je dat zo reguleert dat het dan niet bestaat. En zeker, dat het niet gedacht wordt. Zeker. Dus dat is een naïeve gedachte door te bedenken dat we gaan het verbieden en dan houdt het op. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Ja, we hebben het net al uitgebreid over het debat gehad dat zo gaat beginnen in Den Haag. Iets wat daar vandaag besproken zal worden. Een mogelijk verbod op het Instagram-kanaal Semokro, dat 1,1 miljoen volgers heeft. Partij BBB zal daarvoor pleiten vandaag. Henk Vermeer van die partij uitte zich eerder al zijn zorgen over dit kanaal. Ook online is discriminatie. En wat ik hier even wil benoemen, in het bijzonder de discriminatie van Joodse burgers en instellingen in volle gang. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het Instagram-account Semokro, een kanaal dat vol staat met antisemitische uitingen die niet worden gemodereerd en die van grote invloed is op jongeren in Nederland. Want, vergis u niet, met 1,1 miljoen volgers heeft dit kanaal meer bereik dan de meeste traditionele media. Hierbij dan ook direct de vraag aan de bewindspersonen wat zij gaan doen om online antisemitisme verder te bestrijden en te voorkomen. Ja, Roos, een goed idee, zo'n verbod of een bedreiging van de persvrijheid? Nee, een bedreiging van de persvrijheid. En natuurlijk, als je naar die reacties van die site kijkt of van die Instagram-account, dan schrik je ook wel. Mijn idee zou zijn, wat lees je daar dan? Nou ja, wel teksten die ik niet per se zal herhalen. Maar als je dan een filmpje ziet bijvoorbeeld waarin iemand de gracht in wordt gegooid, dan wordt er gezegd, ja, heel goed, ze komen deze stad nooit meer binnen. Dat soort teksten. Mm-hmm. Het lijkt mij veel beter om met dat Instagram-account in gesprek te gaan en de mensen die daar achter dit en te vragen, joh, zou het een idee zijn om bijvoorbeeld die reacties uit te zetten? Maar om het te verbieden betekent niet dat mensen het niet meer gaan denken. Dus dat is een ongelooflijk korte termijn oplossing waar je uiteindelijk niks aan overhoudt, volgens mij. Jij hebt liever dat dan out in the open allemaal gebeurt en dat je daar het gesprek met elkaar aangaat. En ik wil niet zeggen dat je dus maar alles mag zeggen op Instagram, dat vind ik helemaal niet. Maar alleen maar het verbieden, dat levert denk ik in deze niks op en polariseert alleen maar. Ja, Semokro schrijft als reactie op het plan van BBB, onder andere de voorgestelde censuur is absurd en een gevaarlijke ontwikkeling voor ons allemaal. Sandrina, is dit zo? Zie jij het ook zo'n gevaarlijke ontwikkeling voor ons allemaal? Ja, zeker. Ik denk alleen dat als je het hebt over dit soort platforms, dat je het ook over andere platforms moet hebben en dat je misschien wel eens als Europese Commissie of als Europese Unie of als kabinet moet gaan kijken naar sowieso het reguleren van social media platforms. Want Semokro is niet het enige platform waarop zaken worden gezegd die daglicht niet verdragen. Dat gebeurt op TikTok. Yeah. Dat gebeurt zelfs nog op Facebook. Dat gebeurt op al die platforms. Yeah. En wat verstaan onder reguleren? Bedoel je dan de reacties die daaronder worden weergegeven door mensen die zo'n kanaal volgen? Of bedoel je dan ook gewoon kijken naar de content die ze maken? Want dat is weer wat anders. Allebei. Ik denk als je kijkt naar waar je als traditionele media aan moet voldoen, hè, aan alle regels, en dan heb je het over fatsoen, maar ook zaken binnen de wet. Dat wordt gecontroleerd, daar hebben we het commissariaat voor. Ik denk ook dat je naar die social media kanalen als zodanig moet gaan kijken. En daar zijn we eigenlijk al veel te laat mee. Ja, Remco Breuker, is dat een goed idee ook wat jou betreft? Ja, ik denk het wel. Ik denk als een platform heb je natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid om wat je post en hoe er wordt gereageerd om dat binnen bepaalde grenzen te houden. Maar het is denk ik niet aan individuele politici om kanalen te gaan verbieden. Als je daar iets aan wil doen, lijkt me heel goed om dat in Europees verband te doen. Ja. En dan andere platformen meenemen, zeker. Ja. Als het gaat om die reacties, Roos, het is wel echt heel ingewikkeld, hè, om dat goed te modereren. Er komt soms zoveel binnen, dat zie je ook bij traditionele media. Als je daar soms ziet wat er onder artikelen verschijnt, is ook niet om over naar huis te schrijven. Die kunnen ook niet altijd allemaal, of worden niet allemaal weggehaald. Ik weet niet wat daar gebeurt bij die moderatieteams. Maar het is een veelkoppig monster, denk ik. Ja, in mijn ideale wereld zouden we gewoon allemaal, net zoals we een adres hebben, een huisadres met een naam en een paspoort, hè, waar dat bij hoort, dat je online ook zo'n soort bewijs hebt dat je bent wie je bent en niet onder een of andere schuilnaam allerlei ellende mag storten zonder dat we weten wie je bent. Ik denk dat dat al heel veel zou schelen. Ik krijg ook best wel eens haatmails in mijn inbox en dat zijn dan altijd mensen die niet achterhalen zijn of hele rare namen hebben. Op het moment dat je gewoon met je eigen naam en toenaam verantwoordelijkheid moet nemen voor datgene wat je zegt online, denk ik dat het al een stuk minder zou zijn. Ja. Dat zou je ook kunnen reguleren door bijvoorbeeld inloggen. Ik noem maar iets. Ja. He, dus er zijn best wel mogelijkheden. En het is ik denk dat het wel goed is dat het heel goed gemodereerd wordt. De omroepen doen dat over het algemeen ook, kranten ook. En wij doen ook bij regelmaat van de klok dat we reacties uitzetten, omdat het gewoon te gek voor woorden wordt. Maar los daarvan betekent het natuurlijk niet op het moment dat je dat zo reguleert dat het dan niet bestaat. En zeker, dat het niet gedacht wordt. Zeker. Dus dat is een naïeve gedachte door te bedenken dat we gaan het verbieden en dan houdt het op. Zo werkt het gewoon niet. Nee, en je hoort ook altijd als het gaat over het argument, hè, je moet mensen zich laten identificeren voordat ze iets mogen zeggen online. Het argument van ja, maar in heel veel landen
landen waar bijvoorbeeld een dictatuur zit, ja, is het juist wel heel wenselijk, ja, dat mensen niet hoeven te laten zien wie ze zijn om toch mee te kunnen doen aan het debat. Het is ook best complex. Weet je, er is ook niet één oplossing. Maar ik denk dat het wel goed is dat we weten dat er op social media hele giftige zaken gebeuren. En die zorgen ook weer voor dat een kleine sneeuwbal steeds groter wordt en heel veel aandacht krijgt. En wat je water geeft, groeit. Ja, de vraag is natuurlijk, wordt het debat zo meteen op de juiste manier gevoerd? Ja. Want als het alleen maar gaat over verbieden of niet, jullie zeggen eigenlijk dat is geen goed idee. Bedoel je in Den Haag het debat zo meteen over? Ja, nou ja, ik vond het al heel kwalijk dat Schoof op die persconferentie zei, ja, het is een integratieprobleem. En vervolgens vroeg Nienke de Zoete van Nieuwsuur van ja, wat zou daar dan de oplossing voor zijn? Of hoe ziet u dat dan? En daar had hij toen geen antwoord op. Ja, daar schrok ik wel heel erg van. Ik dacht, ja, dit is dus precies, het is heel ad hoc. Het is heel erg polariserend. Zo'n BBB die dan zegt, dit moeten we verbieden. We hebben juist verbinding nodig. Ik woon in Amsterdam. Ik zou willen dat er een beetje een manier wordt gevonden waarop we met elkaar gaan praten. Mm-hmm. In plaats van dat we de groepen nog verder uit elkaar halen. Nou ja, sterker nog, je ziet social media in Den Haag. Dat is wat ik zie. Dat is wel een mooie verwoording. Hoe bedoel je dat? Ja. Nou, de manier waarop mensen zich uiten op social media kanalen, dat is wat ik nu terugzie in Politiek Den Haag. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat echt heel erg vind. We roepen van alles, we hebben overal een mening voor over, maar een oplossing of een goede analyse of context wordt niet gegeven. En dat is wat er ook op social media kanalen gebeurt. Ja. Dus geen context, het is vooral een mening, vooral hardst, alsof dat ons iets oplevert. Ja. Ligt hier eigenlijk nog een taak voor collega's, voor andere journalisten om het op te nemen op dit moment voor een platform als Semokro? Nou ja, ik denk wel dat we als journalisten naast elkaar moeten gaan staan. Maar wat je nu heel veel hoort is, ja, de media dit en de media zus. Ik wil natuurlijk spreken voor eigen parochie, maar het is ook ongelooflijk lastig om in deze kwestie de juiste feiten op een rijtje te krijgen. We moesten natuurlijk lang wachten op dat feitenrelaas van Halsema. Ik deed de uitzending bij Eén Vandaag bijvoorbeeld na die rellen en toen kreeg ik ook best wel veel in mijn inbox. Ja, en je benoemt helemaal niet wie het waren. En dan ben ik ook gaan uitleggen, ja, ik kan niet benoemen wie het waren, want ik was er namelijk niet bij. Ik zat niet achterop die scooter. Ik heb niet gezien wie het zijn. Dat kan ik pas doen als de autoriteit te zeggen, dit en dat zijn de daders. Of dit is de, weet je wel, zo werkt het. Dus laten we dat echt vasthouden, dat we wachten met feiten geven voordat we ze weten. En dat ook blijven uitleggen voortdurend. Dat gesprek met elkaar aangaan. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.